Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 3 november. Een bijzondere dag vandaag, want de temperatuur liep in het zuiden van Limburg op tot boven de 20 graden. In Maastricht werd het 20,9 graden en zo warm is het nog nooit op 3 november geweest. Temperaturen boven de 20 graden zijn sowieso vrij bijzonder voor de maand november. Het record dat is van vorig jaar, want toen werd het op 1 november 22 graden. Dat is de hoogst gemeten temperatuur in deze 11e maand. Ja, verder vandaag temperaturen tussen de 11 en de 18 graden. De laagste temperatuur in het noorden, want daar was vanochtend nog lang mist aanwezig. Maar die mist die is vanmiddag ook daar verdwenen en daar schijnt nu ook de zon. Vanavond en vannacht krijgen we te maken met een afwisseling van wolkensluiers en opklaringen. De wolkensluizen komen vanuit het zuiden binnenschuiven en zijn nu ook al te zien. Morgenochtend kan nog wel hier en daar de zon even doorbreken. Maar in de middag wordt de bewolking weer dikker. En vooral in de avond kan er ook plaatselijk wat lichte regen of motregen vallen. Grote hoeveelheden worden er in ieder geval niet verwacht. En het is dus morgen grotendeels droog, maar wel met geleidelijk aan steeds meer bewolking. Vanavond ook een mix van sluierbewolking en opklaringen bij temperaturen tussen de 9 en de 12 graden. Vannacht daalt het kwik dan verder naar zo'n 5 tot 10 graden. Grote verschillen, dat heeft alles te maken met die opklaringen en die wolkensluiers, want onder de bewolking blijft de temperatuur over het algemeen net iets hoger. De wind die waait uit een zuidelijke richting is zwak tot matig, en morgen dan wordt die overal wel matig. De bewolking neemt dan overdag toe vanuit het zuidwesten, en later op de dag kan er hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. Morgen temperaturen tussen de 13 en de 15 graden. Donderdag is er ook veel bewolking, maar dan blijft het wel op de meeste plaatsen droog. Het blijft zacht met 15 tot 16 graden en ook de nachttemperaturen zijn hoog, die liggen zo rond de 10 graden. Vrijdag wordt het een mindere dag. Vooral in de middag en avond regent het dan enige tijd. Het wordt wel even goed weer zo'n 15 tot 16 graden. En ook zaterdag zien we temperaturen rond de 16 graden. Dan kan er een enkele bui vallen. Zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook dan is het nog steeds zacht en dan zien we volgende week heel voorzichtig dat de temperatuur geleidelijk aan wat gaat dalen. Het weerbeeld dat verandert niet echt. Het blijft iets wat wisselvallig met een wiks van wolkenvelden en opklaringen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Vierplaza. Plaza.